De afgelopen dagen is er veel gezegd en geschreven over de uitdagingen die atleten ondervinden om hun sport te beoefenen. Er is ook aangegeven dat zij vaak de juiste waardering van de overheid ontberen. We willen graag weten op welke manier de overheid atleten moet waarderen. Deze week nemen we dit vraagstuk onder de loep. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van het programma Onder de Loep. Het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering behandelen we de waardering van sporters door de overheid. Onze gastcolumnist deze week is Robbie Parabir Singh, meer bekend als Rappa. Na de break stel ik mijn gast aan u voor. Aan mijn tafel vandaag de parlementariër Ronnie Aluma. En de bedoeling was ook dat we mensen van het beleid echt ook aan tafel zouden hebben. De minister van ROS, regionale ontwikkeling en sport, Gracia Emanuelson, heeft op het laatste moment afgezegd. En ook de directeur was niet in de gelegenheid om hier plaats te nemen. En moeten we het dan, zullen we het een mooi programma maken met meneer Aluma? Ja, natuurlijk. En want u heeft heel veel gezegd in uw verkiezingscampagne. Dus we gaan dat even toetsen. Helemaal. Oké, welkom nogmaals. Thank you. En u bent een bekende sporter geweest in de sportwereld. En wat heeft u allemaal bereikt? Want u weet toch, heeft toch beide kanten van eigenlijk in de sport wat je allemaal kan bereiken. Het amateurisme en het professioneel bezig zijn, heeft u dat toch wel beide ervaren? Ja, natuurlijk. Kijk, ik heb zeker 32 jaar lang gevoetbald op georganiseerd niveau. Ik bedoel, voor een club uitkomen, et cetera, et cetera. Daarnaast heb ik zeker 15 tot 20 jaar ook gezaalvoetbald. En ik moet zeggen van dat, kijk, elk sporter droom is om van je hobby te leven. We zien het elke week, Champions League, de verschillende topcompetities. En de voetballers, de sporters krijgen miljoenen. Zo, je denkt van, laat me mijn best doen. Wie weet word ik een professioneel. Ja. Maar in Suriname weet iedereen dat het heel moeilijk is om hier te spelen, te acteren in een sport, in een professioneel league. Mm. En ik heb het gedaan omdat ik op de eerste plaats Milo Bamang, ja. Toch? Dat is de eerste plaats. En de tweede plaats wil je wat eraan overhouden. Natuurlijk. Maar ik moet ook zeggen dat sporters, daar kan ik praten over voetballers, ze krijgen een vergoeding. Ja. Nagenoeg niet wat het wezen moet, maar je kan tenminste wat inkopen doen een van de maanden. Ja. Ja. Oké. En scholing en sporten, heeft u dat kunnen combineren? Ja, natuurlijk, want je scholing is de basis. Want vanaf het begin wist ik dat mijn hobby, het is moeilijk om ervan te leven. Dus dan moet je het goed kunnen combineren met je hobby. Maar bij mij ging het meer om hard werken, discipline tonen op het veld. En het publiek tevreden stellen voor hun geld. Want ze nemen hun tijd om naar het stadion te komen, om naar de hal te komen. Niet om vechtpartijen te zien, maar om adequaat top op ons niveau voetbal of zaalvoetbal mee te maken. En ik had als het ware een model gevonden om het publiek elke keer weer erbij te betrekken. Ja, ja. En wat was dat? Ik ging spelen met de regels. Toch als ik voorstaat en in cruciale momenten deed ik alsof ik geblesseerd was. ik schreeuwde meestal als ik zie dat de bal oud ging, schreeuwde ik oud alsof ik de bal naar buiten duwde. Maar ik wist al dat de bal naar buiten zou gaan. Maar een paar keer vooral zaalvoetbal heb ik geschreeuwd oud en de bal heeft een verkeerde wending genomen en het belandt in het doel. En toen zei ik heb geen oud geschreeuwd,
Ik heb oh geschreeuwd. Kan je hebben, ja. En ja, hoe belangrijk is sport voor een land? En ja, vinden we met z'n allen dat sport belangrijk is voor Suriname? Sport is een hele belangrijke tool voor elk land. Toch? We kunnen ons nog heugen. Ik was jongeman in de buurt van 8, ik denk 9, toen Nesty die gouden medaille had gewonnen. Mm. En het is de enige gouden medaille op de Olympische Spelen. Voor Suriname. Voor Suriname. Ja. En ik hoop dat in 2021 nog eentje erbij komt. Ja. Toch? Het kan een hele land in rep en roer brengen, in positieve zin. Toch? En ik zeg dat de overheid of overheden zich moet inspannen. Hoe kan ik inkomen om die prestatie neer te zetten? Toch? Want we hebben te maken met allerlei dingen, elke dag, beslissingen dat we moeten nemen. Maar eens een keertje, laten we op straat komen en elkaar omhelzen, niet in deze COVID-tijd, maar ik bedoel, elkaar met een smile groeten van yes, he did it. En we hebben weer een gouden plak. En het hele land is in bedrijfsleven, gaat er ook ervan profiteren, et cetera. Toerisme kunnen naar Suriname komen. Neem het. Maar ja, sport is heel belangrijk en elke regering moet dat serieus nemen. En vind je dat we het serieus genoeg nemen hier? Dat we het wel beseffen natuurlijk. De regering op de regering roepen allemaal hoe belangrijk sport is. Ik heb geen enkele regering gehoord, nooit niet, die zegt dat sport niet goed is. Maar uiteindelijk plukken we de zure vruchten. Nou kijk, ik denk dat het nu tijd is om verandering daarin te brengen. Ik ga geen schuldige vinger wijzen. Ik ben iemand van oplossingen. En ik ben nu in een positie om een wezenlijke bijdrage te leveren. Ik zeg dit ding altijd weer, dat wat ik heb meegemaakt, wat sporters van mijn level hebben meegemaakt, moeten de anderen niet meemaken. Ik zit in de wetgevende macht, toch? En ik moet ervoor zorgen samen met anderen om wet en regelgeving te maken. Want de staat moet inkomen, maar hoe moet de staat inkomen? Ja. Er is geen wetgeving waar we kunnen voorborduren, ja toch? En geen enkele sportbonden of individuen moet als het ware de regering bedelen voor steun. Nee, alles moet geregeld worden. Ik heb een huis gehouden in regelgeving van Frankrijk. En geloof me, elke sporter, elk bond krijgt ondersteuning bij wet van de regering. Het is niet dat ze hun handen openen. Toch, alles is heel goed geregeld. Zelf individuele sporter, de staat is verplicht om in te komen met een aantal duizenden per jaar. Om zo een sporter te ondersteunen en hun land en waardig te gedragen. Want geloof me, wanneer de national anthem, wanneer het volkslied ten horen wordt gebracht, gaat er een rilling om in je. Van, je bent niet alleen. Ja. Je hebt een hele land achter je. 500.000 tot 600.000 mensen. Vandaag ga ik mijn beste beentje voorzetten om die 500 mensen tevreden te stellen. Van, we did it. Ja, en dat is wat omgaat in een sporter op dat niveau. Ja. Ja, en het land moet dat ook waarderen, vind ik. Ja. En dat is natuurlijk zijn de uitdagingen eigenlijk die we hebben. Natuurlijk. Die waardering. Ja. En natuurlijk, u zit bij de wetgevende macht. En op basis van die wetten die gemaakt worden, moet de regering beleid gaan maken. Ja, maar tot nu toe hebben we alleen maar ad hoc beleid gemaakt. En ja, beleid. Onze gastcolumnist vandaag, Robbie Parabir Singh, gaat ons meer vertellen daarover. Kijkers, goedenavond. In deze aflevering van Onder de Loep, het sportbeleid. De basis van dit woord is beleid. Maar wat is beleid? Iedereen praat over beleid. Beleid is de manier hoe je een zaak of een case aanpakt of behandelt. Dus om het zo te zeggen, afas fayu en orgawantori. Beleid voer je uit vanuit principes, beginselen of een gedragslijn.
Dus er moet een denken, een denkie achter een beleid zijn. En als je een beleid uitvoert, doe je dat volgens een stappenplan, een route. Je kan dus niet steeds swingen van links naar rechts of van boven naar beneden duiken. Dat is geen beleid eigenlijk. Dat is piki piki play. Het beleid dat de overheid uitvoert heet het overheidsbeleid of het landsbeleid. En dat totale overheidsbeleid is verdeeld in een heleboel beleidsgebieden. Ik noem er maar een paar. Zo heb je het prijsbeleid, het landbouwbeleid, het gronduitgiftebeleid, het onderwijsbeleid, het financieel beleid, het koersbeleid, het energiebeleid en last but not least het sportbeleid. Al deze beleidsgebieden moeten op wetten zijn gestoeld, goed op elkaar zijn afgestemd en elkaar ondersteunen en niet elkaar in de wielen rijden. Als er verkiezingen naderen, dan proberen de verschillende politieke partijen kiezers te trekken. Kijk, zoals nu in Nederland met die aanstaande verkiezingen. En dat doen ze met mooie en goede plannen. Dat zijn hun beleidsvoornemens. En vaak stemmen kiezers op deze goede beleidsvoornemens. Maar als je als partij dan in de regering komt, dan verwachten die kiezers dat je deze voornemens ook uitvoert. Daarvoor heb je deskundige, eerlijke, gemotiveerde beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers nodig. Nou, regel maar zomaar pot, piekie, pot, plek. No. Deze moeten het nieuwe beleid van de grond helpen tillen of het bestaande beleid helpen ombuigen, aanpassen aan de tijd en noem maar op. Gebeurt dat niet, dan kunnen vele kiezers teleurgesteld raken in het overheidsbeleid. Soms moet je als overheid bepaalde impopulaire beleidsmaatregelen treffen om de grote problemen van het land, wij zeggen geen problemen tegenwoordig, we zeggen uitdagingen, wat zijn problemen, om die problemen op te lossen. Daarvoor is er een breed beleidsoverleg nodig met verschillende maatschappelijke groepen. Leg dit maar uit, Sanayu beleid. Dan begrepen de mensen dat er bittere pillen en zure drankjes geslikt moeten worden, anders gaat het land niet gezond worden. Ik zeg fysiekie, vind maar zwaar aan bitter drankje in, hoe bitter. En dan blijft het land maar ziek voortsukkelen. Beleid is dus niet alleen lekkere pilletjes slikken en zoete drankjes drinken. Ik dank u voor uw aandacht. Tot de volgende keer. Goedenavond. En ja, dat is zeer duidelijk. Dan weet u toch wel wat, wat beleid allemaal inhoudt en wat allemaal beleid op hoeveel gebieden er zijn. En wat ons betreft, we praten over het sportbeleid, dat er niet echt is. We hebben tot nu toe echt ad hoc beleid gehad door de jaren heen. Politici die doen maar wat, maar verdere afstemming met de sportorganisaties is er niet echt. Nee, het is er niet echt, omdat er is geen houvast waaraan iedereen zich moet houden. Ja. Iedereen weet dat we in Suriname linksverkeer hebben. Als iemand rechts rijdt, dan weet iedereen dat je overtreedt aan regels. Ja, ja. En precies zo moeten we regels gaan maken wanneer het aangaat op sport. Zodat iedereen weet wie wat moet doen, wie moet inkomen, etcetera. Ja. En de wet moet ons ruggengraat zijn. Meneer Aluma, de afgelopen dag heeft u toch wel een markante uitspraak gedaan dat je toch wel niet kan leven
van de sport in Suriname. Waarom niet? Ja, natuurlijk niet. Alles dat we hier doen qua sport, doen we op amateurniveau. Ja. Toch, als je kijkt bijvoorbeeld naar atletiek, we hebben niet eens een internationaal atletiekbaan. Toch? Als je kijkt naar bijvoorbeeld wielrennen, we hebben niet eens een fietsenbaan. Laat staan een indoor. Toch? Er is wel eentje in AK-stadion, maar die is niet wat het wezen moet. En ze kunnen het niet gebruiken. Kijk, amateurisme is heel simpel uit te leggen. Als ik zeker weet dat ik leef van wat ik doe qua sport, ik krijg een salaris ervan, ja. Dan weet ik dat ik van sport kan leven. Dat is mijn werk. Ja. Toch? Maar het moment je het moet doen met vergoedingen, dan ben je een amateur. Ja. Al is je vergoeding 10.000, je bent een amateur. En de league waarin je opereert, bijvoorbeeld Surinaamse voetbalbond, basketbalbond, tennisbond, etcetera, zolang het valt onder de term amateurisme, is alles daar onder amateur. Toch? Ja. Het droom van... Al zou je dan individueel een salaris ontvangen van een sponsor of zo, je toch amateur? Je kan geen salaris ontvangen, want het moment je praat van salaris, dan is het je werk. Okay. En ze praat over vergoeding. Dus dat wil zeggen de onkosten die je maakt naar de training en terug. Maar qua sport itself, nee. En je hebt toch wel het verschil meegemaakt. Je hebt hier aan sport gedaan en in de regio aan sport gedaan. En je hebt toch wel het verschil gezien. Ja, is het echt groot? Ja, natuurlijk. Heel groot. Ik moet dit ervan zeggen dat wanneer het aangaat op topsport, professioneel zijn, dan moet je je lichaam zien als een bedrijf. Toch? Als je gaat alcohol gebruiken, je gaat allerlei dingen doen, je gaat niet genoeg slapen, zal dat zich weer vertalen op het veld. Toch? Hier in Suriname heb ik jaren gewerkt en gevoetbal. Redelijk goed, maar de ommekeer naar het professionalisme, dan weet je van als je van de training komt, kan je maar één ding doen, goed eten en slapen. Want volgende dag moet je weer presteren. En was het zwaar? In het begin was het super zwaar voor mij, vooral fysiek, want ik was het niet gewend. Ja. Maar ik ben een doorzetter en ik denk sporters zijn doorzetters, toch? En ik heb het overleefd. Na 3 maanden, 4 maanden was het koek en ei voor mij. Van oké, dit is mijn werk. Mijn lichaam moet zodanig erin geloven dat ik het kan doen. Toch? Op de training lijkt het alsof er nooit een einde komt op de training. En hier was het maar 2 uurtjes. Twee uurtjes, daar is het 4 uurtjes trainen. Dan moet je naar de gym gaan, want je spieren moeten goed ontwikkeld zijn om dat ding te doen. Toch? Na Trinidad ben ik weer gekomen in Suriname. Heb ik me weer aangesloten bij Transvaal. Ja. Mijn eerste wedstrijd vroeg ik die jongens van, maar is de wedstrijd al afgelopen? Want ik heb mijn niveau qua lichaamarbeid op dat moment niet bereikt. Ja. Toen dacht ik van, ja, dit is een groot verschil, ja. Ja. We hier praten over amateurisme. Ja. Zelf mijn wedstrijdniveau hier in Suriname was mijn trainingniveau in Trinidad veel beter. Ja. Veel beter. Vandaar dat ik het verschil kon zien van, nee, hier zijn we amateur. En hoe het wordt benaderd door de gemeenschap daar, de clubs, en hoe het hier wordt benaderd, is toch hetzelfde? Kijk, om eerlijk te zijn, de animo, de enthousiasme van voetbal in Suriname is veel groter dan in Trinidad, ja. Om eerlijk te zijn. En het feit dat ze professioneel zijn, weten ze dat ze elk jaar kansen maken om de overstap te maken naar Engeland. Ja. Toch? Om de overstap te maken naar Europa. Want je bent al professioneel. Toch? En de jongens, vooral de schoolgaande, doen hun uiterste best om als 16-jarige, 17-jarige met de top mee te doen om zo een kans te maken naar professionele competitie. Heel veel zitten in USA. Toch? Omdat het makkelijker is. Toch? En in Suriname hebben we een lange weg te gaan. Reden waarom? Men heeft nooit, hoe moet ik het zeggen, kansen gecreëerd voor jongeren.
En daarin wil ik het verschil maken. Ja. Kansen moeten gecreëerd worden voor sporters om kansen te maken in het buitenland. Een 2 weken stage, een 3 weken stage. Toch? En met die bedoeling ben ik ook naar PSG, Paris Saint-Germain gestapt. Toch? Om jongeren de kans te geven. Give it a shot. Wie weet ben je in de top over 10 jaar. En wat is het, een samenwerking? Gaan ze naar hier komen of wat is het precies? De bedoeling is dat de eerste groep van sporters die ik wil accommoderen gaat richting Cayenne. Uh-huh. Gaat richting Cayenne gaan, zolang de COVID het toelaat en PSG zegt en we shoot. Toch? En dan ga ik voetballers motiveren tussen 4 en 18 jaar. Mm-hmm. Toch? Om hun een shot te geven van let's try it. Ja, toch? Ja. Messi is naar Barcelona gegaan toen hij 10 jaar was, volgens mij. Ja, ja, ja. Toch? Het talent was er. Je moet het alleen maar uitbuiten. Ja. Vormen. Ja. En vormen. Ja. Oké. Okay. En ja, qua beleid, de afgelopen dagen is toch wel een case naar voren gebracht waarbij duidelijk is geworden de waardering van de overheid. Ja, natuurlijk. Omdat de regering weet niet hoe in te komen. Op welk moment, u heeft het zo net gehoord, overheidsbeleid, sportbeleid. Maar ik ben super blij dat ik heb vernomen dat de minister van ROS bezig is het sportbeleid te definiëren. Ik heb het nog niet onder ogen gehad, maar ik neem aan dat het moment je stap maakt, wil je verandering brengen in de situatie. Want het moet niet meer zo zijn dat we links en rechts wat doen zonder echt een beleid, toch? En ik denk met dat wat de minister wil doen, moeten we in staat zijn om het bij wet te dekken. Ja, maar dan kan je wellicht het geval krijgen dat mensen misbruik kunnen gaan maken, vooral vanuit als er ad hoc beleid wordt toegepast. Ja. Want je hoort ook regeringen roepen op mensen roepen van er is dit gedaan, er is dat gedaan, er is dat gedaan. Maar iedereen heeft het op eigen titel gedaan. Is zuiver. En uiteindelijk zegt de persoon in kwestie, ik heb niks gehad. Zuiver. Er moet een wet. En dat kan je niet eens kwalijk nemen. Er moet wet en regelgeving komen. En daarvoor staat deze president, hij is een politieman geweest, toch? En hij zegt het altijd, wet en recht moeten gerespecteerd worden. Toch? En waar worden wetten en regelgeving gemaakt? In het parlement. Oké. Okay. En we weten hoe het politiek bestel is in Suriname. Sportbeleid zit niet echt bij de politieke partij van de president. En toch is het toch wel een van de zaken waarop er is... de verkiezingscampagne is geleid. U als boegbeeld. De president zegt het altijd, eenheid in beleid, toch? En bij deze werken we samen met de ABOP, NPS en PL, toch? En het maakt niet uit wie of wat. Alles dat je doet, moet land en volk ten goede komen. En daarvoor staan we. Zit u op één lijn met de minister? Ja, natuurlijk zit ik op één lijn, maar dat wil niet zeggen dat ik niet kritisch naar haar moet zijn. Ik ga me altijd kritisch opstellen, maar waar we samen kunnen werken om dit land naar andere hoogte te brengen qua sport, toch, zal ik mijn beste beentje voorzetten. Ja. Bij mij gaat het erom de sporters. Ja. Die moeten weten wat in toekomt. Die moeten weten van, ik ben amateur, ik stap nu naar top sport in Suriname en de definitie van top sport in Suriname is dit en dit. En ik voldoe aan dit. Dus nu ik kan zeggen dat ik topsporter ben in Suriname. En ik ga in aanmerking komen van. Weet je? Ja, ja. Mm-hmm. Niet dat hij moet gaan rondbedelen om uit te komen, et cetera. Oké, waarom ik die vraag stelde als u op één lijn zit. Omdat u heeft aangegeven, u bent bezig met wetgeving. Mm-hmm. U heeft gekeken bij Frankrijk en we doen niks wat ze doen. Maar bij mij gaat het pas eenmaal de wet wordt ingediend. Mm-hmm. Het kan een initiatiefwet zijn door u, of het kan vanuit de overheid zelf. Ja. Maar daar gaat het om, als die wet eenmaal wordt ingediend, wordt het dan, het moet door beide partijen worden gedragen. Het moet door de politiek worden gedragen. Absoluut, ja. Toch? En ik denk, wanneer het aankomt op het nationale belang,
toch? Dan voor een politici, dan moet hij goed gemotiveerd daar naartoe gaan om zo'n wet niet te ondersteunen. Politiek en sport gaan niet samen, toch? Want waarom niet samen? Sport behartigt het algemeen belang, ja. Toch? Het behartigt niet een politiek belang, toch? En deze zit ik in de voorhoede van de VHP wanneer het aankomt op sport. En ik, in mijn campagne heb ik het altijd gezegd, ik zal met een sportraamwet komen, ja. Toch? En ik ben ermee bezig om dat ding te structureren, in de breedste zin van het woord. Oké, en heeft u genoeg bijval? Alleen een enkeling is een drenkeling, zeggen ze. Zuiver, zuiver. Maar ik kan goed zwemmen. Gelukkig maar. Zuiver. Ik heb natuurlijk deskundigen aangetrokken. De Franse overheid heeft al hun hulp aangeboden qua capaciteit building en qua ondersteunen wetgeving betreft. Toch, ze gaan me ondersteunen daarin. In Suriname heb ik een aantal juristen aangetrokken. Ik praat elke dag met ze. Om eerlijk te zijn, ik alleen persoonlijk kan niet dat heel ding in elkaar Precies. zetten. Ik heb juristen nodig, ik heb deskundigen nodig. En ik praat al met een groep van sporters, toch, trainers, hoe we dit kunnen doen. En ik denk richting een sportdebat. Dat ik een heel kort wil organiseren. Dat zou mooi zijn, ja. Laten we alle stakeholders, alle belanghebbenden. Zuiver, laten we discussiëren daarover. Ja, en daaruit moet er een plan voortvloeien. Ja. Ik denk, laat iedereen zijn zegje hebben wat we willen met sport. Zuiver, want Aluma alleen kan het absoluut niet doen. Dat lijkt me een heel mooi initiatief. En ja, u heeft het, het gaat over professionalisme. Je bent een professional als je salaris krijgt en je ervan kan leven eind van de maand. Ja, natuurlijk. Dat je nergens je handen op moet houden van iemand om je gift te geven. Maar ja, maar is geld alleen de motivatie om aan topsport te gaan doen in Suriname? Hoe je draait of keert, geld motiveert. Dus als je weet dat je elk maand, in dit geval, laten we zeggen in ons geval, je verdient $5,000, dan weet je dat je moet inzetten. Ja. Elke dag moet je inzetten, omdat je moet die 5000 verdienen. En iemand gaat je niet contracteren omdat je mooi bent, omdat je goed kan spelen. Hij gaat je contracteren omdat je talent hebt, je hebt de discipline, je hebt de commitment. En je wil je team of club helpen naar grotere succes. Maar als het oké, wat u zegt daar, is mooi. Geld als je salaris aanvangt motiveert. Maar als we kijken naar de werkattitude over het algemeen, iedereen die werkt, het bedrijfsleven ontvangen een salaris. Mm-hmm. Maar wist je dat een salaris wanneer motiveert? Het verschil. Want geld zal nooit genoeg zijn, want hoe meer je verdient, je verhoogt ook je levensstandaard. Dus moet je nooit noodzaak. Ja, het verschil is dat je doet aan sport omdat je ervan houdt. Het is je hobby. En het moment je hobby je passie wordt en je kan ervan leven, met een smile ga je trainen. Omdat het is jouw ding. Je bent het gewend, het is jouw veld. Toch? Bijvoorbeeld, als men me gaat zeggen, Ronnie, je gaat naar financiën, onder directeur. Een simpel voorbeeld. Ik ga kijken naar die persoon en zeg maar, minus heb niks voor meneer. Zomaar ga je me daar zetten. Maar ga ik naar sportgebied, dan kan ik heel veel dingen zeggen, omdat ik ermee ben opgegroeid. 32 jaar lang in teamverband gevoetbald. Mm-hmm. Toch? Dus ik weet waarover ik praat. Ja. En ja, gaat het lukken om mensen beter, sporters beter te gaan waarderen in Suriname? Ik ga mijn beste beentje voorzetten. Ik ga mijn uiterste best doen dat de waardering komt die een sporter verdient, die een club verdient. Toch? Surinamers die ons land vertegenwoordigen, sporters, moeten super en enthousiast zijn. Ze moeten gemotiveerd zijn van, ik kom van mijn land uit en ik kan mijn land waardig dragen in het buitenland. Okay. En we hadden ook een kort interview met de ex-topsporter Irvis Alberg. Ja, dus je vroeg of waardering als Suriname me voldoende heeft gewaardeerd.
voor de prestaties die ik heb geleverd? Ik zeg ja. Waarom ik dat zeg? De mensen die om mij heen waren, hebben het altijd mogelijk gemaakt dat ik me ongestoord kon voorbereiden op mijn wedstrijden. En ze hebben me altijd gesupport. Ook op Facebook, social media heb ik die waardering van heel wat mensen, van heel wat fans gehad. Zodoende mijn sport op een adequate manier voor te zetten. Vanuit de overheid is het wat anders. Het ziet er iets anders uit. Omdat veel mensen verwachten dat waardering bestaat uit materialen. Materiële zaken, sorry. En omdat ze erin geloven dat het materiële, of wij doen geloven dat het materiële bovenop staat, is men gewoon geneigd te denken van Amanokis of zo, of hij heeft geen perceel gekregen. Hij sport eigenlijk voor zomaar, ze waarderen hem niet. Terwijl dat juist niet de bedoeling is. Het moet eigenlijk zijn dat wanneer een sporter prestaties heeft geleverd, moet je hem aandacht geven. En aandacht, wat wij tekortschieten hier in Suriname, is de wijze van communiceren met onze topsporters. Als je een topsporter in jouw bestand hebt, moet je elke maand tenminste iemand hebben die contact legt met de sporter om te vragen naar zijn progressie, om die band niet te verliezen met die sporter, toch? Als het mag zijn dat er geen financiële middelen zijn, communiceer dat tijdig naar de sporter, zodat hij weet waaraan hij toe is. Dus naar mijn inzien moet de communicatie gewoon veel beter georganiseerd worden. De waardering in de zin van financiële support moet ook anders ingericht worden. Men moet ook focussen op andere aspecten om de atleet ook een carrière na zijn topsport te geven. In de zin van educatie, in de zin van investeringen die een sporter kan plegen wanneer hij bijvoorbeeld uit zijn verdiensten. Dus dat zijn allemaal zaken die eerst in orde gemaakt moeten worden. Willen wij de waardering binnen de sport opkrikken in Suriname, zodat atleten zich niet verwaarloosd voelen. En natuurlijk heeft u gehoord wat Irvis Alberg allemaal heeft gezegd. De waardering, daar gaat het eigenlijk allemaal om. En dat je ook de passie hebt om te willen topsporten op een bepaald niveau. Na de reclamebreak gaan we dan door met ons onderwerp. En welkom terug. We praten over beleid op sportgebied. Beleid dat er niet is. Tot nu toe hebben we alleen maar ad hoc beleid gehad. Mensen geven wat naar believen wat aan sporters. We hebben de sportorganisaties die op basis van hun regels en hun wetgeving dingen doen. Maar een algemene wet voor sporters ontbreekt nog. En we hebben aan tafel hier meneer Ronnie Aluma. Hij is assembleelid en ook ex-topsporter. En hij wil zich vooral gaan inzetten om dit te gaan doen. En sporters spreken zich uit. Ze willen beter gewaardeerd worden. Wat vindt u van deze ontwikkeling? Dat ze nu echt naar voren komen en het zeggen. Want die problemen waren er al lang. Het is hun goed recht. Elk individu, elk sporter moet als het ware opkomen. Toch? Voor wat hun eigenlijk toekomt. Ja. Wat de regering of de Nationale Assemblee moet doen, is dat middels wet en regelgeving. Ja. Zodat iedereen weet waar we aan toe zijn. Mm-hmm. En dat is mijn goal. Oké. En is het wel haalbaar in deze financieel uitdagende tijd, waarbij nu pas hebben we versoepeling van de maatregelen, waarbij contactsporten nu wel weer mogen? Nou kijk, het mooie daarvan is dat anno 2021, toch, er geen enkele wetgeving bestaat qua sportbeleid, toch? Er zijn wat regels gemaakt, maar niets is gestoeld op wet en regelgeving. En dan praten we
hoe lang heb ik al gevoetbald? 32 jaar lang. Toch? Sinds 1995 begon ik een stijging te maken. Wat was er daarvoor, jaren 80? Wat was er daarvoor? Ja. Toch? Een simpel voorbeeld: Nederland heeft profvoetbal geïntroduceerd in 1960 of 1959, om het ten goede. Toch? Waarom zijn we toen niet begonnen? Ja. Waar is de internationale atletiekbaan? We hebben Letitia Friese gehad, we hebben Tommy Essinga gehad. Toch? Nu Ifris, et cetera. Toch? Waar is onze internationale atletiekbaan? Nergens te vinden. Mm-hmm. Toch? Aan de andere kant doet SVB haar best om adequaat stadion neer te zetten, twee althans. Toch? Ja. Maar waar blijven de andere bonden? Wie moet wat doen? Wat moeten we doen? Want met deze topatleten moesten we al in staat zijn om een baan, atletiekbaan tenminste, te hebben. Het ligt niet aan het talent. Het ligt niet aan het talent, het ligt aan beleid, het ligt aan commitment. Toch? Regelgeving moest al zijn. Ja? Mm-hmm. Nesty heeft goud gewonnen. Heel Suriname in rep en roer. Maar waar is de internationale zwembad? Ja. Waar is de achtbaan? Het moest al staan, toch? Ja, ja, ja. En daarin wil ik verandering brengen. Met de steun van de gemeenschap, toch? Want ik ben in de positie om namens hun dat in te dienen, toch? Om een verandering daaraan teweeg te brengen. Ja, en nu zien we dat de SVB, we hadden het eerder over de SVB, toch wel mooi om te zien. Maar het heeft natuurlijk een keerzijde. Professionele voetballers worden benaderd, toegevoegd aan de selectie. En we zien elke keer op hun social media kanalen, elke keer weer een nieuw gezicht. Mm-hmm. Maar dat wil zeggen, die Surinaamse sporter, de kans voor hem wordt steeds kleiner. Okay. Hoe kijk je naar die ontwikkeling? Okay. Ik ben heel blij met deze vraag. En ook heel blij met de SVB. Waarom? We zijn nu in staat om onze diaspora voetballer aan te trekken. Dankzij de versoepeling van regels van de Wereldvoetbalbond. Dat is op zich heel goed. We gaan scoren internationaal, toch? We gaan stappen maken internationaal. Dat is toe te juichen. Ik juich het toe. Nu de vraag. Wat doen we met onze Surinaamse jongens? En daarin ben ik tegen de SVB. Verklaar. Letterlijk tegen de SVB. Waar is de waardering? Want zij hebben ons geplaatst op de Gold Cup. In mijn tijd was het een droom om namens Suriname de Gold Cup te halen. Nu hebben deze Surinaamse jongens ons daar geplaatst. Oké, okay? Je haalt 15 of 10 professionals. Dat wil zeggen 10 van de basis van Surinamers zullen naar de bank gaan en 10 van de bank zullen op de tribune belanden. Je moet ze een waardering geven. Een coach gaat zijn beste team op de been zetten. Ja. En het verschil tussen professionalisme en amateur is heel groot. Ja, dus... Ik ga kiezen voor de professionals. Ja. Maar geef de Surinaamse jongens tenminste wat waar ze kunnen zeggen van, omdat ik Suriname zo ver heb gebracht, heb ik dit gehad. Maar zou je daar niet eerder naar kijken om ze op te tillen naar dat niveau? Of is het daarvoor te laat? Ze moeten naar het buitenland gaan. Hier is amateurisme. Het maakt niet wat je gaat doen, is amateurisme. Dat hele ding moet overgegooid worden naar full professionals, net als in Trinidad. Dan maak je een kans. Maar het niveau gaat een rol spelen. Wat in Nederland geldt, het niveau, geldt niet voor Engeland. Je ziet het verschil. Ja. Duidelijk verschil. Zuiver. Deze jongens moeten kansen zien om naar het buitenland te gaan. Dat bedoel ik de opkomende jongens, want deze misschien kunnen ze het niet meer halen. Toch? Maar de opkomende jongens moeten veel naar het buitenland gaan. USA, Trinidad, Barbados, België, Joegoslavië, noem maar op. Laten ze op die niveau acteren. En dan kunnen we een supersterkere selectie op de been brengen. Ja. Zonder dat die ontevredenheid. Kijk, bijvoorbeeld in Brazilië.
Als je in Brazilië voetbal mag je niet kans om in de selectie te belanden. Sorry. Je moet bij PSG zijn, je moet bij AC Milan zijn, Madrid. Dan maak je kans. Toch? Ja, en dan hebben ze het gewoon, ja, dat is, cijfer, ze weten het ook. Cijfer, cijfer. En ik ben ook bezig, ik kan dit verklappen, ik ben ook bezig om de Surinaamse jongens namens de regering tegemoet te komen in terms of een bouwkavel. Toch? Dat ze tenminste wat hebben gehad. Ik moet het nog goed uitwerken. En de regering moet ook willing zijn om in te komen, zodat deze jongens wat kunnen krijgen. Ja, ik weet ook van vroeger, om bij voetbal te blijven, weten dat de grote clubs altijd hun spelers bij grote bedrijven accommodeerden. Ja, dat heb ik begrepen de jaren 70, 80. Ja. Nu zie je dat in bijvoorbeeld bij DSB, zie je Oud-International. Bij VCB zie je Oud-International. Ja, ja. Bij EBS zie je Oud-International. Ook SZF zie je Oud-International. Ik denk dat de... Was het een goed ding? Heel goed, heel goed. Want zo'n sporter, topsporter, kan zich meer focussen in zijn sport. Hij weet dat hij amateur is, maar daarnaast heeft hij een baan. Ja, heeft een beetje zekerheid. Dat kan hij zuiver, dat kan hij het combineren van oké, ik werk tot 3 uur. Oké, ik ga rusten van 3 tot 4 en daarna ga ik trainen, vroeg slapen, want morgen moet ik weer aan het werk zijn. Toch? En je ziet dat zulke mannen en vrouwen zijn sterke burgers in dit land geworden. Ik denk dat het bedrijfsleven dat weer moet oppakken. Ze moeten bij elkaar komen en waar kunnen we inkomen om deze jongens en meisjes te ondersteunen. Ja. Oké. En hoe zie jij de sport, het niveau Suriname, zeg maar, over 5 jaar? Op internationaal niveau gaan we schitteren, toch? We hebben topatleten, toch? We hebben Miguel van Assen, we hebben Yahir Yonkifa, we hebben Ifris, toch? We hebben heel wat goede talenten die zich inzetten voor Suriname. Alleen wat moet gebeuren, de professionals en komen bij de SCB om hun bijdrage te leveren. Wat we moeten doen is dat we moeten gaan om de tafel gaan zitten. We moeten om de tafel gaan zitten als beleidsmakers, als sportbonden en ons afvragen van waar willen we naartoe gaan? Hoe lang? Hoeveel tijd? Toch? Willen we over 5 jaar de tweede gouden plak nemen? Of willen we dat over 3 jaar doen? Laten we acties binden aan onze woorden, toch? Want we hebben hele mooie woorden, maar mooie woorden zonder acties. Ja, maar als we kijken, als je een quick scan maakt van al de organisaties die zich bezighouden met de sport, zitten jullie allemaal op één niveau wat betreft van wat we allemaal willen van onze sport? Want dat moet toch wel duidelijk zijn weer verder. Ja, natuurlijk. En elke specifiek bond moet target zetten. Target, 3 jaar, 4 jaar. Nu zegt de SVB 2022 of 2024 wil ik 2K halen. Ja. En je ziet ze beginnen al actie te nemen. Nu komen professionals. Ja. Met alle gevolgen voor de Surinaamse jongens. Toch, maar ze nemen actie. De SVB heeft gezegd, ik wil een nieuwe stadion. Ze hebben actie genomen. Ja, ze blijven niet stil. De nieuwe stadion komt eraan. De regering staat erachter. Toch? De SVB wil nog doorgaan in deze huidige bestel, maar er komt een verkiezing. Ja, ja. Toch met geduchte tegenstand. Toch? Maar als een bond wil groeien, moet die bond niet zitten. Ja. Toch? Ze moeten on the go zijn om steeds dat ding te professionaliseren. Want je huis moet eerst goed zijn en voordat je groot naar buiten zal komen. Absoluut. En daarmee kunnen we volstaan. Dankjewel, ex-topsporter Ronnie Aluma, tegenwoordig ook assembleelid. En hij wil zich vooral gaan toeleggen op ontwikkeling van het sportbeleid in Suriname. Want we hebben gezien, er is veel ad hoc gedaan voor atleten. Maar in die end, door het ontbreken van beleid, dan is er geen eenduidigheid. En ja, wordt er allemaal, vooral via social media, wordt er heel veel gezegd. Maar ja. Uiteindelijk gaat het om de sporter en de sport over het algemeen in Suriname die naar een hoger niveau getild moet worden.
Dank u wel voor het hebben willen kijken ook naar deze aflevering van Onder de Loep. En als u het gemist hebt, kunt u nakijken op onze Facebookpagina ATV Suriname of op onze YouTube kanaal ATV Suriname. Ik wens u een heel genoeglijke avond verder en tot de volgende week. Goedenavond.